Meneer Martin Gemullemeester, burgemeester van Oudenaarde. Men is gestart vandaag in uw stad, zeg maar. Tevreden? Wel, ik moet zeggen, zeer tevreden. Het is voor de 11e maal dus dat de start van Okere Koers in Oudenaarde op de Grote Markt is. Het was natuurlijk terug prachtig weer. Dat behoort ook zo tot de traditie. Dus dat eigenlijk de eerste zon uitkomt wanneer dat de start is van Okere Koersen. Heel veel volk. Ik heb de indruk iets meer dan vorig jaar terug. Dus we zijn bijzonder gelukkig. De start is zeer goed verlopen. Iedereen was eigenlijk gelukkig van er terug bij te zijn aan de start van het nieuwe wielerseizoen. En we kijken nu natuurlijk uit en hopelijk wordt het een prachtige winnaar. Hoe zag uw dag eruit vandaag? Wel, dus mijn dag wordt eigenlijk beheerst door een Okere Koers. Normalitair moet ik in de namiddag in het Vlaams parlement zijn, waar er plenaire zittingen en stemmingen zijn. Maar dat is een van de enigste dagen dat ik spijbel in het parlement, één keer op een jaar. En dat is dan op een Okere Koers. En het is eigenlijk een ganse dag van de start, aankomst hier en straks nadien nog naar Kruisoutem. Dus ik vind het echt een prachtige dag eigenlijk. Het begin van het wielerseizoen met Okere Koersen. En voor mij is dat een van de mooiste dagen. Is dat nog een beetje doorzakken met uw collega hier van Kruisoutem? Ja, inderdaad. Ik denk dus dat we, ik mag gerust zeggen dat we een zeer goede samenwerking hebben tussen Oudenaarde en Kruisoutem. Er is een vriendschappelijke verhouding dus die door de jaren geen gegroeid is, waar uiteindelijk het belangrijk is voor Oudenaarde, de stad Oudenaarde, dus dat we de start hebben van Okere Koers, toch als wielerstad in Vlaanderen. En dan uiteraard de aankomst hier in Okere, hetgeen dat voor de 65ste keer dit jaar hier zal plaatsgrijpen. Dus ik denk dat het een goede samenwerking is en ik hoop dus dat we dat nog jaren kunnen in stand houden. Laat u een beetje genieten. Dank u wel.